De Malathon was een succes, Prins Bee. Dankzij de donaties van iedereen zal Queen Bee in staat zijn om de hangplek van haar dromen te maken. Dat is geweldig, maar waar is Queen Bee? Ik kan wel wat hulp gebruiken. We moeten haar vinden om het goede nieuws te delen. Oh, met jou reken ik later nog wel af. Ga allemaal vliegensvlug naar het café. Als je vooraan in de rij wilt staan voor de ultieme tropische matcha thee met heerlijke mango boba. Wees getuige van deze culinaire magie. Theezettende magie? Hoe dan ook. Het wordt een magisch spektakel. Nou, dat waren de laatste muntjes. Ik was net klaar met mijn laatste mani-pedi en zag een menigte buiten het café staan. Wat is er aan de hand? En waarom werken jij en Altgirl niet meer samen? Jullie zouden onverslaanbaar zijn geweest. We konden het niet echt eens worden. Zoals gewoonlijk. Ja, en je liep volledig voorop. Totdat Altgirl besloot een superchic recept klaar te maken. Oh, maar het is niet zomaar een chic recept hoor. Het is legendarisch in allerlei keukens en receptenblogs over de hele wereld. Dat klinkt nogal riskant. Oh, het is super riskant. Nou, wat ze ook aan het doen is, het werkt wel. Moet je die menigte zien? Ik weet dat ze zwemt in de muntjes. Ik ga anders wel even een kijkje nemen om te zien hoe het met haar gaat. Super casual. Gewoon chill, weet je wel. Klaar? Het is showtime. Oké, chef, begin! Aanschouw haar mesvaardigheden, mensen! En nu het beste deel. Hoe ze de mango super zoet krijgt. Oh, hi Candelicious. Kom je meer klanten van me stelen? Natuurlijk niet. Vrijwel iedereen in het winkelcentrum is hier. Ik wilde gewoon zelf naar de show komen kijken. Oh, nou, zie je. Ik wist het. Sommige mensen hebben dus wel verfijnde smaak. Nu moet ik mij concentreren. Het is tijd om boba te maken van deze lekkere mango puree. Maar om dit te laten werken, moet de sfeer hier helemaal perfect zijn. Geacht publiek, denk aan positieve dingen. Kom op! Stop daarmee! Wat doe ik verkeerd? Je bent zo aardig! Ben je dan niet meer boos op me over eerder? Nee. Altgirl, als je dit voor elkaar krijgt, is dat belangrijker dan die munten of een suffe wedstrijd. Ugh. Kijk, hierom vind ik je dus zo vreselijk irritant. Niet alleen ben je de betere bakker, niet alleen zijn je donuts populairder dan de mijne, maar nu moet jij ook nog eens de betere persoon zijn? Niemand kan constant zo aardig zijn. Het is vreemd. Ugh. Oef, dat gaat echt een flinke klus worden om op te ruimen. Ik ben weg hier. Wow, wat is hier in vredesnaam gebeurd? Ik zal een dweil zoeken. Eén dweil? Breng ze allemaal maar mee. Maar serieus, wat is er gebeurd? Oh my gosh, oké, dus. Het begon allemaal vanmorgen toen Altgirl zo zei van... ik weet dat ik meer muntjes kan krijgen dan jullie. En wij dachten dat ze niet zou kunnen winnen. Dus er zit wel mango op je muntje. Dit is niet grappig. Nu moet ik helemaal opnieuw beginnen. Wat betekent dat ik het recept nooit op tijd af ga krijgen. Ach, alles is geruïneerd. Dit gaat helemaal nergens over. Oké, misschien ben ik vandaag een beetje te intens geweest. Er is niets mis met een beetje passie. Maar je kunt leren je woede een beetje te beheersen. Het is maar een tip. Nou, ik had de tijd van mijn leven. Ik neem deze mee en vertel jullie vanavond wie de winnaar is. Luister, het spijt me dat alles een beetje
uit de hand liep. Dit had gewoon een leuke wedstrijd tussen vrienden moeten zijn, weet je? Ah, je zei dat we vrienden zijn. Ja, ja, alsof je dat niet al lang wist, joh. Wauw! Aan de positieve kant, deze mango's zijn echt verrukkelijk. Ze zouden een geweldige donutvulling zijn. Ja, we zouden samen wel een recept kunnen bedenken. Als je wil. Natuurlijk wil ik dat. Oké, maar eerst, heb je misschien nog tips om mango uit een kattenboom te krijgen? Perfect! Het is suikerspinroze. Ik dacht dat het leuk zou zijn om eens iets anders te doen, hè? Huh? Nou, dit moet ik zien. Wauw! Miss Glam, jij weet echt als geen ander hoe je een queen zich als nieuw moet laten voelen. Ach, ik moest iets leuks doen voor de beste marathonpartner die iemand zich kan wensen. Ik heb geteld. En toen heb ik opnieuw geteld. En het staat gelijk! Dus ik zat te denken dat jullie allemaal kunnen helpen met het ontwerp voor de Sister Sleigh Space. Wat vinden jullie ervan? Ik weet niet hoor. Waarom ook niet? Na vandaag zal hieraan samenwerken een eitje zijn. Yay! Wat voor ideeën hebben jullie? Het moet absoluut een stijlvolle ervaring zijn. Met overal neon. En pastelkleuren dan? En glitter? Geen glitter. Maar... Nope. Ah, oh, kom op, old girl. Misschien spikes met glitter dan. Niet te doen, jullie.